Nou ja, je zou het een soort superschool kunnen noemen. En de bedoeling is dat die super is voor de kinderen. 3, 2, 1, rij! Ik ben Huub van Blijswijk, voorzitter van de Stichting Boor. Stichting Boor is het schoolbestuur van onder andere deze mooie school in IJsselmonde. Wat vind jij nou het allergaafste van dit hele nieuwe gebouw? De fietsen, de laptops, de tafel, de stoelen, de digibord, de klas, de deuren, de wc's. En als ik al die kinderen hier zie en die ouders, dan word ik daar ontzettend blij van. En heel trots met wat we allemaal samen hebben gedaan met de partners om zo'n prachtig mooi schoolgebouw te mogen neerzetten. Ik ben Lieke Thomas, directeur van het regulier onderwijs van Kindcentrum IJsselmonde. En we staan hier voor unit 7-8 in ons nieuwe gebouw. Dit is een kindcentrum waar in de basis onderwijs gegeven wordt. Regulier onderwijs en speciaal basisonderwijs. En daarnaast hebben we hier peuteropvang, voorschoolse opvang, buitenschoolse opvang. En ook het CEG zit bij ons in huis. Logopedie, fysiotherapie en diëtiek. Dus we hebben onderwijs en zorg gecombineerd in één gebouw. En nog de schommels buiten en nog... Veel meer. En nog deze tafel en nog de zitkussens en nog de verre blik en nog de hele school. Er is nog iets bijzonders. Het is ons gelukt om een aantal oude schoolgebouwen waarin we verspreid zaten over IJsselmonde, om die in te ruilen voor deze nieuwbouw. En het bijzondere daarvan is dat kinderen en ouders daarmee op een plek komen waaruit blijkt, dat straalt uit. Jullie doen het toe, jullie zijn welkom. En hier maak je de eerste stappen naar de toekomst toe. We hopen hier een hele veilige plek bij te dragen voor de kinderen. Een plek waar ze veilig zijn, waar ze zich goed kunnen ontwikkelen. En waar hun ontwikkeling centraal staat. En daarnaast hopen we ook een plek te zijn waar ouders zich welkom voelen. En waar ze terecht kunnen met vragen over pedagogiek of didactiek. Belangrijk dat er zo'n schoolgebouw in deze buurt, ja, waar toch heel veel kwetsbare kinderen opgroeien, er is met heel veel voorzieningen. Niet alleen het reguliere onderwijs, basisonderwijs, maar ook het speciaal basisonderwijs. Maar ook de logopedist, de fysiotherapeut, de diëtist en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dus een plek hier in IJsselmonde met ontzettend veel voorzieningen waar ouders en kinderen terecht kunnen met al hun vragen. Een heel bijzonder moment. En die samenwerking die betekent dat kinderen meer kans hebben, dat ze meer worden gezien, dat hun noden beter zichtbaar worden en dat je daar met elkaar op kunt inspelen. Het is anders, de units en al, maar de kinderen hebben het naar hun zin, toch? Het is een droom die uitkomt, dus met heel veel plezier kom ik hier elke dag naartoe.